Ben bevindt zich in een onbekende zone. Hij heeft veel stress. Zijn hartslag is heel hoog. Hij heeft geen telefoon op zak. Hij loopt maar door en door en weet niet wat te doen. Wat zou er allemaal in zijn hoofd omgaan? Wat is hij van plan om te doen? Wat is zijn oplossing? De titel van het boek is Niets was alles wat hij zei. De uitgeverij is Averbode. Auteur is Nick Balthazar. Nick Balthazar is 58 jaar en heeft geen kinderen. Hij heeft nog andere boeken geschreven, zoals Nieland en Ben X. Het genre van het boek is een thriller die met humor probeert te praten over autisme en pesten. De hoofdpersonage is Ben. Het thema gaat over pesten en autisme. Ben is een jongen met autisme. Hij volgt elke dag een dagelijkse routine, want als hij dat niet doet, komt hij in een onbekende zone terecht. Daar kan van alles gebeuren en daar is hij bang voor. Totdat hij opeens op een anonieme site een meisje tegenkomt. Ze chatten de ganse dag met gedichtjes, tot ze opeens stuurt: Zorro van Kus mijn gat, ik kom naar uw stad. Om 14:45 aan het perron, heb condooms in alle kleuren en maten. Hoop dat Zorro mij komt ophalen. Ik vond het boek boeiend en tof, omdat ik bij elk woord dat ik las, kon ik me inbeelden wat er gebeurde. En zo wilde ik altijd meer lezen om te weten wat er op het einde zou gebeuren. Als laatste heb ik nog twee weetjes voor jullie. Wisten jullie dat dit boek twee kaften heeft? Dit is de eerste kaft en dit is de tweede kaft. En wisten jullie dat de uitgeverij Averbode zich bevindt in Scherpenheuvel-Zichem en dat er ook een abdij Averbode ligt in Scherpenheuvel-Zichem, maar dat deze twee dingen niets met elkaar te maken hebben?